voordat jullie gaan rijden, willen wij je de werking van de oldtimer uitleggen. Aan de sleutelhanger zitten de sleutels van de oldtimer. De sleutel van het contact heeft een gele tie wrap. De andere sleutels zijn van de deuren om de oldtimer af te sluiten. De sleutels zijn asymmetrisch, dus passen maar op één manier in de sloten. Als je plaatsneemt achter het stuur, dan hebben de bestuurders en passagiers beide heupgordels. Op het dashboard zie je allerlei knopjes en hendeltjes. De klaxon zit in de hendel van de richtingaanwijzer door middel van deze in te drukken. De knop voor de gevarenlichten zit links op het dashboard. Tussen de voorstoelen zit een zwart handvat. Dit is de handrem. Deze naar boven trekken, dan staat de handrem erop. Om de handrem te ontgrendelen, druk je de knop van de handrem in en duw je de handrem weer naar beneden. Vergeet nooit de handrem eraf te halen als je weer gaat rijden. Het schakelen. De oldtimer heeft 4 versnellingen en schakelt zoals je wellicht ook met de hedendaagse auto gewend bent. Trap de koppeling in en probeer rustig te schakelen. De eerste en tweede versnelling zitten links tegenover elkaar. De derde en vierde versnelling zitten rechts tegenover elkaar. De vierde versnelling gebruiken we alleen boven de 60 km per uur. De achteruit van de versnelling werkt door middel van de versnelling in zijn vrij te zetten, middenstand, en vervolgens de versnellingspook in te drukken en naast de tweede versnelling te trekken. Als u langer stilstaat, dan de auto in zijn vrij zetten en het koppelingspedaal loslaten. Het dak van de oldtimer kan open. Aan het dak van de oldtimer, ter hoogte van de voorruit, zitten links en rechts 2 hendels. Let goed op, want ook bij het sluiten van het dak is het belangrijk dat dit goed wordt gedaan. De hendels kunt u naar beneden klappen en dan ziet u dat er een haakje zit welke past in het frame van de voorruit. Als u de haakjes los heeft, dan kun je ook het dak naar achteren begeleiden. Voor het sluiten van het dak vastpakken aan de achterzijde en dan rustig naar de voorruit begeleiden. De 2 haakjes er weer in, de 2 hendels indrukken en dan aan de buitenzijde de drukker weer vastmaken. Als je de contactsleutel in het contactslot doet, trap dan altijd het koppelingspedaal in. De contactsleutel kan maar op één manier in het contactslot om de oldtimer te starten. Op het dashboard gaan dan 2 lampjes rood branden. Dit zijn het accu en het olielampje. Als je de sleutel doordraait en een beetje gas geeft, dan start de oldtimer. De 2 rode lampjes gaan dan uit. Mochten ze dan nog even iets blijven branden, geef dan iets meer gas en dan gaan ze uit. Mocht één van de 2 lampjes gaan branden, stop dan direct en bel het pechnummer. De maximumsnelheid is 90 km per uur. De benzinemeter functioneert uit ervaring niet altijd even betrouwbaar. Rijd daarom op de kilometers. Wij adviseren om altijd bij 200 gereden kilometers te tanken. De auto wordt altijd volgetankt meegegeven. De tankdop zit aan de achterkant van de auto. De tankdop kan zonder sleutel verwijderd worden. Vergeet de tankdop niet weer erop te zetten na het tanken. Laat op een warme dag of een lange rit de auto nog 1 minuut stationair lopen om de motor af te koelen. Mocht je toch nog vragen hebben over de werking van de auto, neem dan contact met ons op. Veel plezier en maak er een mooi avontuur van!